Yo mensen, welkom bij een nieuwe opdracht. We gaan vandaag alle nooduitgangen zoeken bij de droomvlucht. Dat was hem. En dan gaan we dan nou even heen. Daar gaan we. Tijd om alle nooduitgangen op te zoeken. Ik zie daar wel een hele mooie ladder staan. Ik weet niet of je het ziet. Waarschijnlijk niet. Jawel, je ziet hem wel. Hele mooie ladder. Kijk eens aan. Hier hebben we de eerste nooduitgang. Ja, ja. Mooi. Wat is dit voor ding? Dit is ook een nooduitgang. En dan hebben wij hier nog een hele mooie trap. Vol in die camera, maar dat geeft niet. Dat is al de derde nooduitgang. En hier zo nog. Dat is vier. Oh, het zijn er veel. Hieronder loopt een hele ding. Dat je omhoog kan takelen, zodat je gewoon kan uitstappen. Kijken wat we hier nog wel hebben. Ja, dat is er ook één. En daar zo, rechts voor ons, bij dat blauwe ding, is er ook één. Gordijntje. Hoeveel hebben we er nou al? Heel veel. En hier is er ook weer één. Hier niet. Kijken of dat we nog een paar kunnen vinden. Sterrentunnel, jongens. Hier zitten er ook een paar. Tot nu toe nog geen. Ik denk hier zo. Hier zo zit er één om de hoek. Daar nog en daar zo, misschien zie je het wel bij die spikkels. Het bochtje, nooduitgang. En hier achter de stellingen heb je waar je helemaal onderdoor kan lopen en zo. Maar de rest zijn er hier volgens mij geen, dus we gaan weer even verder. Hier zo is het bad achter. Misschien kan je het zien, misschien niet. Hier heb je een heel mooi hek. Waarschijnlijk zie je het. Ja, heel mooi. Leuning, ook voor de nood. En hier zo. Jongens, hebben we er ook weer één. Achter dit doek. Hier leuning. En een hele mooie trap daar. En hier achter ons, jongens, kan je helemaal rondomheen lopen. Allemaal ladders en trappen. Ik weet niet of dat je het een beetje ziet. Allemaal dingen. Kijken of dat we hier nog een paar hebben. Hier kan je langs lopen, zag ik. Oh, daar is een deur. En voor de rest hebben we er geen meer volgens mij. Oh joh, al die mist. En hier zo ook geen meer. Nou mensen, dit was het filmpje. Zoals je kon zien waren er fucking veel. Dus als je storing hebt, denk maar niet dat je daar eeuwig vast zit. Alles, je kan er zo weer uit. Ja, als je geholpen wordt dan hè. En ik zou even zeggen, doe even een like, even abonneren. En dan check ik jullie later. Houdoe. Let's go.